Als ik mijn moustache afscheer en mijn bril, ben ik een veel schuinere, normale gast. Maar de lelijkheid is veel interessanter. Nachtprogramma van de Gentfeesten. Nachtprogramma van de Gentfeesten. Alleen maar naar jonge alternatieve mensen. Geen oude taarten en geen mensen met 5 kinderen ondulden. You know how to do it. You help him. You help him and you give him a place. If he goes there, then the other one has to go there at the end of the street. Yeah. You don't, there's one stream, you don't... Waar is die andere in godsnaam? Waar is Zephyr? Goed. Goed, het is moment om in het bier te vliegen. Hè. Philippe en ik gaan een keer pint gaan verzetten. Daar op die noek, kom. Ik ben begonnen als ik jong was, als ik oudere leeftijd had, met te maken van plannen met alle cafés op van de stad Gent en dan ben ik dat beginnen doen van alle steden van Vlaanderen. Dus nu kennen de mensen mij als nachtburgemeester. Dat komt omdat ik op 10 jaar tijd 6000 cafés heb afgelopen in gans Vlaanderen. De titel van nachtburgemeester stel niets voor. Het is omdat ik zelf goed kan zeveren dat ik dat wat waarde en wat onnozelheid geeft. Maar dat betekent niets. Hè. Het spreekt voor een man, alleen die het kan. Het is een echte meester, het is een nachtburgemeester. Het is zwaar om te dragen, maar hoort gaan klagen, meisjes en vrouwen. Willen hem trouwen in elk café, dan kijk je hem mee. Je ziet aan zijn schoen, hij trekt heel de boel. Schenk het bier, de revolutie is hier, breng maar al hier. Al dat plezier, de café-revolutie, dat is dopen te gaan. In de jaren 70 en 80 werd de lelijkheid gepromoot. Nu wordt de kuddegeest gepromoot. Iedereen ziet zichzelf niet. Dat is een noise. Het nachtleven is veel belangrijker en interessanter dan het leven overdag. S'nachts is dat allemaal mensen hebt die aan toegang, die de café- en nachtrevolutie aan het verkondigen zijn. Moest ik aan de macht zijn, ik zou dit en dat veranderen. Die holle praat s'nachts, dat is iets wat ik weet te appreciëren. Ik heb graag de charme in taal, ik heb graag de charme in alles. Vandaar dat we ook een boterhamstand met u vlakken en vlaspop maken, is omdat die charme is, vind ik, zo belangrijk, die geestigheid. Volgende. Ik heb een kleine gekregen. En ze is 5 maanden oud en iedereen komt die een klein bezoeken. En alle vrouwen die mijn klein komen bezoeken zeggen, hopen dat het een lief wordt. Wat heb jij aan lieve mensen in het leven? Als je dacht, mijn lieve mensen revoluties mocht. Ik hoop dat een ambitant, ambitieus, arrogant en een stoute klein wordt.